Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we vaag grijze plukken bewolking boven Nederland. Alleen boven het noordoosten is het allemaal wat helderder. Daardoor zien we vooral in het oosten en noordoosten de zon schijnen. Elders is het slechts af en toe zon en heeft bewolking vaak de overhand. Het is grotendeels droog, kan er enkel spatje vallen, stelt weinig voor. Vanmiddag ook lokaal een spatje, veel bewolking, heel af en toe wat zon. En dan temperaturen van 16 naar 17 graden. De windwaarde uit het zuidwesten is meestal matig, aan zee soms vrij krachtig. En Vanavond verandert te weinig in het weerbeeld. De temperatuur blijft ongeveer 14 graden. Enkel spatje, maar meestal droog en wel vaak bewolkt. Kijken we dan naar morgen, nou, dan zien we dat er opnieuw veel bewolking is. Heel af en toe breekt weer de zon door. Kustprovincies maken er iets meer kans op dan het binnenland. De temperatuur levert een graadje in, wordt zo'n 14 tot 16 graden. Vrijdag begint de wind naar het noorden te draaien en dat is gunstig. Daardoor gaat de bewolking wat vaker breken en kan wat vaker de zon doorbreken, maar verwacht nog geen stralend zonnig weer. In het weekend gaat de zonneschijn wel flink toenemen. Er steekt dan een oostenwind op en die brengt ook koelere lucht. Zondag is het daardoor dertien graden, maar wel droog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.